Ik ben Jaljer Sielstra, ben in Reduzum en ik ben bestuurslid van Dwarsmonde Reduzum. Hoi, ik ben Albert Bouwstra, ik zit in de Moenenstichting en wij zijn van plan om hier een nieuwe Moenendeel te zetten. Ben je bezig met een nieuwe molen? Hoe komt dat al je eruit te zien? Nou ja, de molen die er nou stiet, die komt in 1994 en een rekensomk leert dan al dat die 6 zon van 4 raad is. En we zijn eigenlijk zo'n periode bezig om hem te vervangen. En de bedoeling is dat hier een hele mooie nieuwe turbine komt staan in 2022. En daar zetten wij alles voor in om dat te realiseren. En daar heb ik een heel soort meesting van nodig, want er is een verschil. We zijn nu een stichting. We hebben straks geëxploiteerd in een coöperatie. En het mooie van een coöperatie is dat je daar lid van wil kennen en dat iedereen een liekersvierde stem heeft. Hè? Dus dat ik letterlijk mooi beslissen kunnen van wat je eventueel met opbrengsten duggen. Nou, ja. In het verliezen dan een soort naar de mierskip te gaan. Onder andere het squalbusken, hè, dat de squalbeien niet ophelpt, het vrienden, sidaat en reduzum dat brengt. Maar zou ik een heel soort andere projecten mogelijk maken. De paneel op squalen, ledverlichting op het sportveld. En ze hebben er heel wat initiatieven wisten in het verliezen. En dat willen we nou met een eimolen ik weer terugzetten. Oké, en hoeveel leden binnen daarvan nodig? We hebben 400 leden nodig en dat is een flinke uitdaging. We hebben een paar hele grote hobbels al aan, de provincie Friesland, de gemeente Lauwerd. Het is altijd heel erg stiepen. We hebben nu de vergunningen rond. We hebben een subsidie overgekregen bij RVO. Een subsidie speciaal voor coöperaties. En als ik de bedoeling dat dit straks vanuit een coöperatie geëxporteerd wordt. En daarvoor hebben we 400 leden nodig. En in Reduzum Vriers inderdaad hebben we 450 adressen. En ieder lid, dat is een adres. Dus wij hebben echt alle eer nodig. En deze week komen wij bij een deel. Dat kan een bestuurslid wijzen, dat kan altijd wijzen. In Vriers hebben we Arjen en Jarig Jan die bij de Dwarmdel gaan en Sienze Borden. En inderdaad hebben we Wibo Palstra die bij de Dwarmdel gaat. En in Reduzum hebben we een heel soort hulp van buurtambassadeurs. Hoi Jan, goeiemorgen. Dat best is buurtambassadeur. Ja, dat klopt. Ja, ik ga een nieuwe week bij de Dwarmloon hier in Haardstede. En dan onthand ik de brief. En dan hel ik die hier de week erop weer op. Fantastisch. En, ja, en ik hoop natuurlijk dat dan heel veel soort mensen van mijn mooi doen. En die komen bij hem, Del, onderdoor. Maar dit is een envelop. En er zit een schitterende folder in. Van heel veel informatie over wat wij van doel binnen, wat wij graag willen. En dat je met lid wil kennen van uw coöperatie. Hoi, wij komen hier even namens de Moenenstichting. We hebben een coöperatie oprichting. En van die coöperatie hebben wij 400 enthousiaste leden nodig. Dus wij willen een vreemdje gooien met lid willen. Nou, dat moet altijd wel. 4 euro. Zal iedereen wat lang drinken. En dat ik nou lid wil, waarom zou ik dat dan doen? Nou, om het, dan het dorp en mijn types. Het geld gaat naar de vereniging, een gedeelte daarvan. Dat gaat naar de vereniging en je kan zelf kiezen naar welke vereniging als je dat geld hebt. Dat is zoals, ik ga heel veel naar de tennisclub, dan gaat die een bijdrage van 50 euro per jaar gaat naar de tennisclub. Elke keer kan daar ontstemd worden tijdens de ledenvergadering wat er met het geld gebeuren gaat. En zo komt het geld dus weer om in het dorp. Ja, een mooi initiatief. Wat belangrijk is om te weten is dat het een eenmalige bijdrage is van 4 euro. En dan ben je voor onbepaalde tijd lid van de coöperatie. We hebben een subsidieperiode van 15 jaar. Dus we verwachten je sowieso 15 jaar vooruit te kennen. En na die 15 jaar dan is die moen al afbetellen en kunnen wij zonder die subsidie verder draaien. En hopen we nog steeds leden in de coöperatie te houden. Maar voor die subsidieaanvraag is gewoon een vereiste dat 400 minimaal leden nodig binnen. En wij willen eigenlijk krijg wat meer, hè, dat ik wat... ja, leden verval opvangen kunnen. Ja, dus we hebben het eigenlijk de vernieuwing en dat we iedereen bij deze prachtige club krijgen kunnen toch het lidmaatschap van de coöperatie om te gaan. Ja, en stel dat je nog net binnen het wagen een voorkeur krijgt in mijn leden. Kan dat dan ik naar de boeten? Ja, het principe is hoe meer meesten meidig uit Reduzum Vriers inderdaad zien ze Born, hoe meer geld wij in Born houden kunnen. Dus in Reduzum Vriers inderdaad en zien ze Born. Stel, we hebben dat net. Dan kunnen wij ik naar onlissende dwarf betalen om leden te werven. Een keer Pink on Grauw, Jeersum, Raad, Jester Bjerm, Mantgen ben we dan met Waanden, Wurm, Wietgaat. En dat zijn het dwarpen die dan ik leden leveren kan. Ja, het is zo mooi dat het maar de eigen dwarpen leuk, want dan blijft het je heel binnen het dwarpen.
Ja, dat is ons voornaamste doel, om zoveel mogelijk mensen hier erachter te krijgen. En dat het teelt zoveel mogelijk besteden kunnen in Reduzum, Vriendjes daar en Tensien de Born. En dat is niet alleen nog een sportvereniging, stel Skielke een hartstikke mooi idee. Van ik wil graag dit realiseren en heb geld van nodig, een dwarsom idee. Dat kan van alles wezen. Dan kun je dat ik vaststellen onder de coöperatie en kun je dat misschien in de toekomst realiseren. En dan is het dus belangrijk dat je een soort draagkracht hebt. En soort mensen in de coöperatie krijgen die deze dwarf kunnen komen. Ja, en stel ik wil een vraag hoeveel leden dat er binnen. Kan dat ik ergens? Ja, wis. Wij hebben Reduzum.com als site bereid om onze leden in kaart te brengen. Dus op dat plak kun je digitaal altijd vinden van hoeveel leden er op dat moment in de coöperatie zitten. En we proberen in één week zoveel mogelijk leden door de streep te krijgen. Als je dit leest, dan ben je fut hoe het zoeken, want dan kind haast net horen dat je lid wordt. Een week later komt de buurtambassadeur bij Odell onderdoor om ik er de envelop op te halen waar dan ik een onmeldformulier in zit. En die stiet ik op je eigen dwarsmoedersite en die is trollinkt via reduzum.com. Nou, je ben ik bij de baan langs geweest om yield op te halen. Ja. En de meesten die yield tas aan hebben, wat gebeurt er nog mooi? Nou, we hebben eigenlijk twee verschillende envelopjes. We hebben een blanco envelop, er stiet vaak een huisnummer op. En we hebben een envelop met een adreslabel. En dat zijn de meesten die in het verliezen dus yield thuis zijn. Die verstrekken dus een lering aan de moedervereniging. En dan is de bedoeling dat we inventariseren. Had die meesten nog steeds achter het bedrag staan, wat ze in 2000 een tas zijn. Of ze kunnen zeggen van nee, het past dus op dit moment net. Of kist het bedrag ik zelfs verlegen. En van die meesten verwacht je eigenlijk zeker dat die gewoon lid worden van de coöperatie. Want dat is wel een stap die zij zetten mogen. Dus iedereen maakt in principe muziekje om lid te worden van de coöperatie. Ja, en dat alles nou trots ook in. Wanneer zullen de naaimolen dan hier de komende stingen? Nou ja, het is afhankelijk van de subsidie. Die wint nog. Hè. We hebben inchennen, dus dat durft een paar mannen. En we hopen medio augustus daar duidelijk iets op te krijgen. Dan kun je het eventueel nog een keer uitstellen, dan is het eind november. En dan kunnen wij, als wij akkoord hebben, dan hopen we, en dan gaan we eigenlijk stiekem weer vanuit, want we hebben een prima stikken onderleveren. Dan verwachten wij dat we operationeel binnen eind 2022. Dus voor een oorlier.